Goedendag, ik kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto's van vanmiddag zien we dat er veel bewolking boven Nederland lag, maar in het noorden waren er brede opklaringen. Daar was dus sprake van een zonnige periode. Die bewolking was erg hardnekkig, liet zich nauwelijks oplossen. Daardoor was het minder zonnig dan dat we de afgelopen dagen hadden verwacht voor vandaag. Dat zien we wel vaker met deze lage bewolking, erg moeilijk te voorspellen. Wat niet moeilijk te voorspellen was, was het noodweer in het zuiden van de Alpen. Met een zuidelijke wind werd daar veel bewolking aangevoerd, waaruit regen en sneeuw ging vallen. Inmiddels is er op sommige plaatsen al meer dan 200 mm gevallen. En vandaag sneeuwde het vooral nog in dit deel van de Alpen. Morgen zien we dat langzaam naar het oosten verplaatsen, maar daar kom ik zo op terug. We gaan eerst even naar de weerkaart kijken. Een groot lage drukgebied in de buurt van IJsland. Die is dominant voor het weer bij ons. Die voert met een westen tot een zuidwestelijke stroming de lucht naar onze omgeving. Boven de Alpen zien we een groot neerslaggebied liggen. Dat trekt dus langzaam naar het oosten weg. En dat zien we allemaal gebeuren als ik het in beweging zet. Het lage drukgebied bij IJsland verandert nauwelijks van zijn plek. Er ligt wel een frontale storing boven de Britse eilanden. En die trekt morgen, vrijdag dus, in de loop van de dag over ons land. In de Alpen wordt het dan tijdelijk droog. En daarna komt er volgende week weer nieuwe neerslag. Het lage drukgebied bij IJsland is via Schotland uiteindelijk weer weggetrokken. En als we dan op de kaart van zondag kijken, dan zien we dat er een nieuw lage drukgebied alweer bij Schotland ligt. In de algemene weersituatie verandert dus weinig. We houden een zuidelijke stroming richting Nederland. En daarmee houden we ook min of meer dezelfde temperaturen. Voorlopig geen winterweer in Nederland. Wat gebeurt er dan wel? Nou, ten eerste in de Alpen. Daar wordt het veel beter weer. De neerslag trekt naar het oosten weg. In de Dolomieten kan nog aardig wat sneeuw vallen, ook in Zuid-Tirol. Maar uiteindelijk wordt het eigenlijk overal steeds beter. En in de Franse Alpen is het morgen al schitterend weer. Ik las al de eerste berichten van skigebieden die open gaan dit weekend. Check dus even op de website of dat ook voor uw skigebied geldt. Maar het wordt in ieder geval steeds winterser en steeds beter om te skiën. Zaterdag opnieuw Franse Alpen en in het zuiden van Zwitserland vrijwel perfecte omstandigheden. Op 1500 meter ligt de temperatuur ruim boven nul, maar op de hoge pistes is de situatie echt goed. In Nederland geen sneeuw, geen gedoe, vanmiddag dus veel bewolking. Vooral in het noorden zijn er wat opklaringen, daar laat de zon zich af en toe zien. Een temperatuur van 9 à 10 graden. Vanavond daalt het kwik dan naar 7 graden, dan zien we wat opklaringen ontstaan. En in de nacht klaart het verder op en dan komt de temperatuur rond 3 graden uit. Het kan wat nevelig worden, maar mist verwachten we niet meer, want de zuidoostenwind neemt in kracht toe, wordt windkracht 3 tot 4 in het binnenland, 5 à 6 voor aan zee. En dat heeft alles te maken met het naderen van een regengebied. Daardoor aan het einde van de nacht in Zeeland al meer bewolking, misschien het eerste spatje. En morgen in de loop van de dag zien we de bewolking en de spatjes met regen en motregen langzaam naar het noordoosten trekken. En het is echt wat gespetter. Ik verwacht geen grote hoeveelheden, want die stevige wind, die ook morgen overdag blijft waaien, zorgt ervoor dat de neerslag voor een deel oplost tijdens haar val. In het noorden en oosten morgenochtend eerst nog zon, later op de dag dus ook daar meer bewolking en af en toe regen. Temperaturen 9 tot 11 graden en nogmaals, er waait een hele stevige wind. Kijken we dan naar het weekendweer, dan ziet het er allemaal wat beter uit. Zaterdag wordt de dag met de meeste zonneschijn en aan zee kan dan nog een enkele bui vallen. De wind neemt in kracht af en juist doordat die zon schijnt ziet het allemaal wat vriendelijker uit. Zondag verwachten we opnieuw een toename van de bewolking, maar het blijft wel droog en het kwik weet een graadje winst te boeken. Maandag neemt de kans op regen dan weer toe en de temperatuur blijft, zoals eerder al gezegd, rond de 11 graden liggen. Ik wens u een goede vrijdag en tot de volgende keer. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.